Welcome to the amazing atmosphere here at Mülheim, Germany. It's the PartyPoker.net European Darts Championship, brought to you by the Professional Darts Corporation and live here on ITV4. Well, it's now time to meet the players. Would you please welcome a member of Team Belgium, ladies and gentlemen, a runner-up in the World Cup of Darts. It's Ronnie Huybrechts. Time for you to meet the legend with over 100 titles worldwide and the record breaking, history making 16 times the champion of the world. It's Phil the en 0-0 op het scorebord. Zo begint elke dartwedstrijd. Ook bij Phil Taylor tegen Ronnie Huybrechts. Hij, de enige Huybrechts broer die nog over is. Deze European Championship. Stuart Kellett verslagen in de eerste ronde met een gemiddelde van 100.97. Prima in orde. Hoger gemiddelde zelfs dan dat van Taylor. Die 96 en een beetje gooide tegen Vincent van der Voort. En met 6-3 won. Nog wat ruzie had met zijn dubbels. 6-18, die wedstrijd. Ja, het is voor Ronnie Huybrechts te hopen dat het niet hetzelfde gaat als tijdens de UK Open onlangs. In de derde ronde, daar won Taylor met 9-0. En dan was er natuurlijk ook nog de finale van de World Cup voor landenteams, voor koppels. Waarin in de singlewedstrijd, de eerste singleswedstrijd tussen Taylor en Ronnie Huybrechts, dat 4-0 werd voor Taylor. Dus Huybrechts zal gelukkig zijn als hij vandaag in ieder geval een aantal legs kan afpakken van Taylor. Ja, hij zal pas echt gelukkig zijn natuurlijk als hij voor een stunt kan zorgen. Het is Taylor die begint. Met. Dankjewel, Russ Bray. Nog maar een keer. Zo. Ja. Dan mag je jezelf weer op de borst kloppen. Zo hebben we twee punten gehad. Beide heren op een gemiddelde van 180, Jacques. Waar gaat dat naartoe? Oh. Wat mooi die reactie van Taylor ook te zien. Die kan dat wel waarderen.
54. Hij kijkt er bijna beschaamd bij. Dan wel twee heren die een beetje de tijd nemen. De tweede beurt van Huibrechts is ook goed. Tegen zichzelf murmelend. 60. Dat helpt even niet. Nou, gaan we ook meteen een 167 finish krijgen. Dat dan net niet. Maar misschien wel een 121 finish van Huibrechts. Triple 20. Een 11. En een bullseye. Wat zei je? Ja, die was gemikt op de bullseye, denk ik. Ja, en dan is het voor Huibrechts jammer dat Taylor op 25 staat, want zo... Wacht, Ronnie Huibrechts nog steeds op de eerste leg winst in 2013 op de power. Maar voor Ronnie Huibrechts is Staven nog jong. Dat was zijn eerste leg waar er in ieder geval genoeg gebeurde. 60. Als Taylor mist, zit hij er altijd zo dichtbij. Bijna altijd dan. De RWE-spot hadden volledig gevuld uit zijn dak voor Taylor. Nu staat hij er echt. Ze waren al de hele avond om hem aan het zingen. Huibrechts moet werken in deze tweede leg. En ik kom nog niet op finish. Taylor gaat het nu als eerste doen. Al is het dan niet de finish die hij gewild had. Dat opent misschien toch weer perspectieven voor Huibrechts. Will you require 153? 167 lukte net niet. 153 gaat ook niet lukken. En hij blijft zelfs nog boven de 100. Nou, kom maar door met die legwinst. Ja, 1-1.
Third leg, Phil to throw first. Game on. De eerste 13 legs dit jaar op het podium gewonnen door Taylor tegen Ronnie Huibrechts. De eerste 14 natuurlijk, als ik die eerste van vandaag meet. Dat moet ik zeker doen. Nou, hij heeft er goede zin in hoor. Nou, hij stond natuurlijk ook wel heel goed te spelen in de eerste rondewedstrijd, Huibrechts. Ik weet natuurlijk ook dat hij een topavond nodig zal hebben om Taylor te kunnen verslaan, maar ja. Waarom niet? Het is wel meer mensen gelukt om Taylor te verslaan. Al gebeurt het dan niet zo vaak. Naar Jelle Klaassen. Is het ook wel eens gelukt? En die mag in ieder geval morgen terugkomen. Ja, we moeten even afwachten wie zijn tegenstander wordt. Dat weet hij na de volgende wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Mervyn King. Ja, dan op het moment dat hij echt kan toeslaan, Huibrechts, gooit hij 45. Ja, Bray kijkt even goed bij de score van Taylor, waar de pijlen precies in zitten. 101 is precies de helft van die 202 die er stond. There's only one Phil Taylor. Klinkt toch iets anders. Maar het is allemaal even goed bedoeld. Dubbel 16 voor Taylor om zijn eigen leg weer te houden. Die zit er toch best een stukje naast. En dus krijgt Huibrechts de kans om Taylor te breken. Vanaf 82. Bullseye zou een mooi begin zijn. Want dan blijft dubbel 16 over. Zo, dat scheelt niet veel. Want daar red je je mooi uit. Het is altijd even een kwestie van goed kijken. Maar alsnog Huibrechts. Die Taylor gewoon doodleuk breekt. Die 2-1 voorkomt. Maar die heeft wel eens voor hetere vuren gestaan. Al gebeurt dat ook niet zo vaak. 45. Bij de heren rond de 93 gemiddeld. Helemaal goed. Maar Huibrechts is niet onder de indruk. 121. Of misschien een klein beetje. Iedereen is hem onder de indruk als je tegen deze man moet spelen. Ja. En waarom eigenlijk? Het is een klein ventje. Ja, dat klopt. Maar hij kan één ding ongelooflijk goed. En dat is tegenstanders te kijk zetten. 45. En dat wil je niet dat jou gebeurt. Mm-hmm.
135. Huibrecht staat tot nu toe buitengewoon puik te spelen. Hij moet er nu gewoon 3-1 van maken. Tegen Taylor mag je geen kansen laten liggen. Dubbel 10 zal de uitweg moeten zijn. Nee. En dan staat er 88 voor Taylor. Dat is een getal wat hij best wel vaak eraf had. Zo in die regio. Zo, die zit er ver vandaan. Dan moet het via Bolzai. Ja, en toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat Taylor hier ook niet 100% staat te spelen. Als je die eerste bal op die 88 ziet, die zit daar gewoon 3-4 centimeter vandaan. Dat gebeurt Taylor nooit. Hij heeft misschien een beetje het idee dat het los uit de pols allemaal ook wel zal lukken. Dat idee zal Ronnie Huibrecht zeker niet hebben. Nu toch maar even wat extra concentratie voor die dubbel 20 en die hangt er overheen. En daardoor wil die derde er niet in. Dubbel 5. The Rebel. Extra pijl nodig omdat hij hem aan de binnenkant gooit. Dubbel 2 over. Dubbel 2, Ronnie Huibrecht. 3-1 voor tegen Phil Taylor. En nog steeds heeft hij een lange weg te gaan. Want het is maar één break. 100. Huibrecht, die heeft echt het geloof. Die voelt zich goed. Die is langzamerhand misschien wel aan het vergeten dat hij tegen de nummer 1 van de wereld speelt. En vooral met zichzelf bezig. Kijk eens. Blijft gewoon zijn eigen wedstrijd gooien. En dat is knap zat hoor tegen man als Taylor. En hij creëert zichzelf kansen en hij houdt de druk op Taylor. Want dit is weer een leg die Taylor is begonnen. En die staat nog op 132. Mist de bol. Dat is ook niet de eerste keer in deze wedstrijd dat hem dat gebeurt. Ja, en dat geeft toch allemaal het idee dat Taylor misschien wel te pakken is. 81 voor Ronnie Huibrecht. Laat maar zien. Nee. Dat is een enkele 7. Dat is dan weer zonde, want dan kun je die triple 19 wel missen. Dat is dan niet zo erg. Maar dan moet je in ieder geval enkele 19 houden, want dan heb je 12 en bullseye over. Nu moet je een triple gooien. Gooit hem wel. Dus wordt het dubbel 16. 4-1 voor tegen Taylor. Dat zou een luxe zijn. Ja. Will you require 80? Het gebeurt niet. Maar wordt het dan wel 3-2? Voor de eerste pauze. Als Taylor 20 een topschoot wel. Ja. Phil Taylor is maar een gewone darter in deze fase, in deze eerste fase van de wedstrijd.
Maar Huibrecht gooit ook niet alles erin. Maar staat wel 4-1 voor tegen The Power. Wie had dat gedacht? Nou, als Phil Taylor een uitdaging gewild zou hebben, dan heeft hij er nou een. Er staat 4-1 achter tegen de oudere Huibrechtsbroer. En toch zeg ik weer, die heeft nog een lange weg te gaan. Oh ja, dat is een ding dat zeker is. Maar Taylor zal echt wel zijn niveau naar zijn bekende Taylor-niveau moeten opkrikken. Hij duikt nu zelfs onder de 90 gemiddeld. Ja, hij heeft het ook gewoon niet hoor. 1 uit 6 op zijn dubbels. Huibrecht vindt ze ook niet super makkelijk, maar gooit er wel 4. Krijgt toch veel meer kansen natuurlijk. Taylor is er niet in geslaagd om de bekende power voodoo op zijn tegenstander over te brengen voor ons nog. Nou, dan helemaal gerust erop dat het ook nog 5-1 gaat worden. 45. Hopsakee. Nummer 2 voor Taylor. Weet u nog, ze begonnen allebei met 180 aan de wedstrijd. Sindsdien hadden we dat niet meer gezien. Althans, dat er 180 gegooid werd. 82. Will we require 88. Een kans om in ieder geval iets terug te doen vast voor Phil Taylor. Bullseye. Nou, hij gooit gewoon weer buiten die ring. No. En dan nog wel buiten de buitenste ring. Hij heeft dan de mazzel dat er dubbel 18 overblijft, maar gaat hij er nog aan toekomen? 18 en tops voor Huibrecht. Het is wel een buitenkansje hoor. Dan is hij halverwege. Neem voor even de tijd. Praat zichzelf moed in. Ja. En gooit dubbel 20. Dit is steensterk. Boom, ja. Het zou toch een sensatie zijn, zeg. Wint in 2 wedstrijden niet 1 leg en dan gewoon heel stoer de volgende wedstrijd eraf gooien. Ja, Taylor zit niet lekker in zijn vel. Wat dat dan is, ik weet het niet. Maar we hebben het wel vaker gezien bij de Power. Je merkt het aan zijn finishes. Als hij normaal gesproken op zijn finish van 88 staat, dan zit die triple 20 er gewoon altijd in. En die heeft hij echt nog niet geraakt. De bullseye. Heeft hij nog niet geraakt, maar volgens mij heeft hij de hele boel nog niet eens geraakt. Het is niet zo dat hij een enkele boel gooit, maar hij mist hem gewoon helemaal. 99. Gemiddelde onder de 90 voor Taylor.
Oeh, dat gebeurt hem niet vaak hoor. Als je nou vooruitgekeken zou hebben naar deze avond. En je zou verder gekeken hebben naar de kwartfinale, dan zou je al gauw geneigd zijn te denken aan een kwartfinale van Barneveld tegen Taylor. Het zou zomaar Thornton tegen Ronnie Huibrechts kunnen worden. Ja, dit is prachtig. Ook Huibrechts nu op 2 keer 180. Even stoppen met fluiten. Alsjeblieft. Dan kan ik mijn trippers gooien. Vindt hij het nog terug, Taylor, in deze wedstrijd? Nou, dit vindt hij in ieder geval. Dit is 5-2. Dat hij 5 legs aan Huibrechts had moeten laten, achter elkaar. Huibrechts heeft het ingecalculeerd. Die weet ook wel dat het bijna onmogelijk feest kan blijven. Komt Huibrechts toch wel vaker. De eerste paar beurten dan scoort hij goed en dan zakt het in het verloop van de leg een beetje in. Komt hij toch weer een beetje in de problemen. Dit is weer prima. 144 voor Taylor. Het is een boel. Het is een hoop. Het is niet meer te doen. Ja, en dus kan Huibrechts gewoon weer zijn eigen leg gaan proberen te houden. Nou, wordt dat natuurlijk wel wat moeilijker gemaakt door Taylor. Want die laat dubbel achter over. 71 staat er nog. Hij neemt zijn tijd. Triple 13 en dubbel 16. Het is een hele andere speler dan zijn broer. Zijn broertje moet ik misschien wel zeggen. Veel rustiger. Veel meer de tijd. Dubbel 8. Gooit hij niet. En dubbel 8. Daar gaat Taylor zich nu ook op richten. De trend blijft zich doorzetten. Nog steeds is Huibrechts niet gebroken. Maar nu zal het via dubbel 1 moeten.
Ja, nu gaat hij wel gebroken worden. Tenzij Taylor echt een totale off day heeft. Nu gaat hij wel gebroken worden. Ja, Jacques. Je hebt je punt gemaakt. Nou, van 5-1 terug naar 5-3 is alvast wat voor Taylor. En 5-4 staat ook nog wel in de sterren. We zien het gemiddelde van Taylor omhoog gaan, langzaam, langzaam. Zesde arts voor 161. En drie darts voor 72, zo dadelijk. Triple 20, dubbel 6, 5-4. Ja, nu zie je dat op zo'n finish dus wel die triple 20 erin gaat. En dan valt die dubbel dus ook. En dan lijkt het een kwestie van tijd voordat de orde hersteld wordt. Toch. Ja, Taylor begint langzamerhand weer wat spelden in dat poppetje te prikken. Maar Hybrids staat nog wel op voorsprong. En lijkt nou nog niet bepaald te staan trillen op zijn benen. Verre van. En als Taylor iets uitstraalt, dan is het wel irritatie. Met name irritatie op zichzelf, dat hij niet voldoet aan zijn eigen niveau. Hoewel Frank het wel goed ziet, hij gaat wel steeds beter spelen natuurlijk. Het gemiddelde van Taylor zit nu al boven de 95. Dat was niet zo heel lang geleden nog onder de 90. Hybrids blijft goed spelen. En dat is zeker dus nog niet beslist in deze partij. Nog één van beide. Bijt zichzelf er weer in vast. Zie je dat eigenlijk elke keer doet. Overtuigd van eigen kunnen. 84. Will you require 126? 126. Om toch met 5-5 de tweede pauze in te gaan. Als je 5-1 achter staat, is dat een kunststukje.
Maar het is nog niet zover. En misschien is het voor de wedstrijd wel zo leuk als Huibrechts met 6-4 voor de break ingaat. Nou, ik weet het wel zeker. Tops voor Ronnie Huibrechts. Tops voor Ronnie Huibrechts. 6-4, alsjeblieft, Chuck. Tot zo. Goed, na één onderbreking stond Taylor met 4-1 achter. Dus de stand heeft in ieder geval een voor hem wat fijner aanzicht gekregen. 5-5 zou nog leuker zijn geweest. Ja, als Huibrecht doorgaat met waar hij al de hele wedstrijd mee bezig is. Wat hij ook nu weer doet. Dan heeft Tirana echt een kans om in die kwartfinale te geraken tegen Robert Thornton. En als Taylor tussendoor maar steeds laat blijken dat hij ook maar een mens is. Blijft dat elkaar zo voeden. 137. Ja, weer. Je hebt het al eerder gemeld, Frank. Begint Huibrechts heel goed aan een lek, heel sterk aan een lek. En dan, op het moment dat hij hem kan wegzetten, heeft hij zo'n mindere score. Deze keer is het 31. Dan is hij in één klap dus ook al het voordeel dat hij heeft opgebouwd weer kwijt. 60. Natuurlijk, Taylor is ook nog altijd echt niet happy met de manier waarop hij speelt. Ook een beetje te grommen en te brommen op het podium. Ja, en dit doet Huibrechts weer prima. 132. Staat gewoon op 58 in de leg die Taylor is begonnen. Het zal toch niet waar zijn dat Ronnie Huibrechts hier gaat winnen van Phil Taylor vandaag. 96. Je hebt wel eens verrassingen op zo'n toernooi, maar dit zou er wel eentje zijn, zeg. 18 en tops. Voor 7-4. Alsjeblieft, voor 7-4. Ja. En dan maakt het niet uit of je veel Taylor heet of niet. Bij 7-4-8 heb je gewoon een probleem. Hij klapt voor Huibrechts, want Taylor beseft zich wel terdege hoe moeilijk het is om van hem te winnen.
nog altijd is het lang niet gespeeld in deze wedstrijd. Natuurlijk niet. Die speelt tegen Taylor. Maar ja, hij komt wel steeds dichterbij. 60. En hij gaat maar door en hij gaat maar door. En hij voelt zich fantastisch. Triple 20 en dubbel 18. Oei, 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 zeg. Of om op 8-4 te komen. En dan gaat de 20 mis. Ja, de druk wordt wel voelbaar natuurlijk. Triple 19 proberen voor dubbel 19. Ja, die zit er gewoon in. Dubbel 19 voor Huibrechts voor 8-4. Tjonge, oh, jongen. Alsjeblieft. Zo. Dat wil hij weten ook. En dat na een enkele één met zijn eerste pijl. Oeh. Nou, nu applaudisseert hij niet te helen voor deze finish. Nou is hij klaar met applaudisseren voor Ronnie Huibrechts. Oh. Ja, en moet je opletten. Nou, het is stel je voor dat hij nou denkt van... Ja, maar wat is dit? Dit ga ik me niet laten gebeuren. Is die nou helemaal gek geworden? Nee, je blijft geneigd te zeggen, als Taylor gewoon 6 normale legs gooit, dan wint hij deze wedstrijd alsnog, maar ja. Het is de omgekeerde wereld. Het gooit wel het speelveld open, zeg, als Huibrechts hier zou winnen. Want dan is Wade weg, dan is Van Barneveld weg en dan is Taylor weg. Dat zijn 3 van de 4 halve finalisten van de laatste paar toernooien. Ik moet ineens aan die film Face Off denken, ken je die? Stel je voor dat Phil Taylor het gezicht van Ronnie Huibrechts heeft opgedaan. En Huibrechts het gezicht van Taylor. Dat dit gewoon Phil Taylor is. Ik denk dat ik de film morgen maar even ga kijken. Ja, dat zou ik doen. Dan begrijp je het. Weer 42. Ja, dit soort scores zijn we toch niet gewend van Taylor. En die heeft hij veel gegooid. En natuurlijk begint hij dan aan zijn diner van een setje flights. Want dat hoort er ook een beetje bij. Ops, hij blijft gewoon weer op 76 in de leg van Taylor. Triple 20 en bullseye. Wordt niet gegooid door Taylor, die dit toernooi de eerste 4 jaar, alle 4 jaren won. Vorig jaar was daar ineens Brandon Dolan die hem in de weg stond. Dat was al een verrassing. En die dus geen winnaar werd van de European Championship. Nee, maar je wint nooit een toernooi als je van Taylor wint voor de finale. Dat weet Huibrechts dan alvast. Tops voor Huibrechts. Want de dubbels gooit hij sterk hoor, Huibrechts. Deze keer alleen niet. Dat zou 9-4 betekend hebben. In plaats daarvan 8-5.
Een fascinerende partij om naar te kijken. Een fascinerende partij tussen Taylor en Huibrechts. Taylor kwam op 1-0. Huibrechts kwam op 5-1. Taylor terug tot 5-4. Huibrechts weer naar 8-5. Naar 8-4 en nu is het 8-5. In een partij. Nog twee gewonnen legs nodig. Inderdaad. In een partij waarin Taylor geen moment in zijn spel zit. Scorend, niet constant, de dubbels veel missend en Huibrechts doet wat hij moet doen. Hij gooit met name de finishes heel goed, de Belg. En hij heeft vooral geloof erin. Maar ja, hij begint er ook langzaam aan te denken, heb ik het idee. Te denken dat hij kan gaan winnen van Taylor en wat dat allemaal wel niet betekent. 94. Taylor vangt nog even een vlieg. Het is niet de eerste die op dit podium gevangen wordt vandaag. En wat laat Huibrechts over? Maar ja, als je vliegen moet gaan afvangen tegen Ronnie Huibrechts. 167. Dezelfde Ronnie Huibrechts dus, die dit jaar nog geen leg won tegen Phil Taylor. 4-0 verloren in de finale van de World Cup. 9-0 in de derde ronde van de UK Open. En nu op 120. Als hij deze uitgooit, is hij nog één leg verwijderd van de overwinning. En dit soort finishes, weliswaar niet zo hoog, heeft hij veel gegooid. Finishes waarbij hij één pijl voor een dubbel kreeg. En dit keer is het één pijl voor tops. Dan neemt hij iedere keer even zijn tijd en dan mag hij naar dubbel 20 toe. Ronnie Huibrechts. Deze keer mist hij. Twee keer geeft hij aan. Ja, dat is twee legs op rij dat hij één pijl mist. Taylor zit ernaast. En zoekt ruimte. En daar is geen ruimte meer. Hij moet helemaal naar rechts. En dan moet hij hopen dat hij een van die twee barrels pakt. En dat doet hij niet. Ja, pakt ze wel aan de buitenkant. En dit heeft Taylor veel gedaan in deze wedstrijd. Drie pijlen in de hand, de dubbel missen. En dit doet Huibrechts dan iedere keer. Ja, ik zei eerder deze wedstrijd, als hij een uitdaging als hij een uitdaging had gewild, Phil Taylor, nou dan heeft hij hem. Dat was bij de stand 5-1. Ja, de uitdaging is nu groter dan ooit. 16. Bijna onoverkomelijk, bijna niet te doen voor Taylor, zelfs niet voor Taylor. Dan zult u misschien denken, waarom krijgen we dan Jelle Klaassen met familie in beeld? Ja, die zitten bij hetzelfde management als deze Huibrechts. Dus dat is een beetje het hoekje van Huibrechts. Als debutant op de European Championship, Ronnie Huibrechts uit Antwerpen. 47 jaar, 5 jaar jonger dan zijn tegenstander. Taylor kan er wel om lachen een beetje. Een tijdje geleden dat Huibrechts die gegooid had. Komt op gelijke hoogte nu met Taylor. Allebei drie stuks. Ninety-eight.
En kan Huibrechts nu al in deze 15e leg voor het eerst op het podium Phil Taylor verslaan? Een woord, Ronnie Huibrechts dan de eerste Huibrechts die Taylor verslaat. Het zou zomaar kunnen. Het lijkt er in ieder geval wel op. 100. Huibrechts, Ronnie, heeft laten zien wat je moet doen om te winnen van Phil Taylor. Werd natuurlijk wel geholpen door het feit dat Taylor absoluut niet in topvorm verkeert. Ja, maar ja, winnen van Taylor is winnen van Taylor, hoor. Dat maakt echt niet uit hoe die, al gooit hij zijn achterste voren, dan zou ik nog wel van hem willen winnen. En Huibrechts gaat de kans krijgen op 104. Het zal ongetwijfeld niet zijn enige kans zijn, denk ik. Maar ja, je kunt maar beter zo snel mogelijk die wedstrijd afmaken. En niet te veel over nadenken. 104 zou een mooi slot zijn. Triple 18 en dubbel 16. Ja, die zit erin. Dubbel 16 voor Ronnie Huibrechts. En een historische overwinning, mag ik dat wel zeggen. Hij schakelt Phil Taylor uit op het European Championship. En hij doet dat met hele duidelijke cijfers. Ronnie Huibrechts 10, Phil Taylor 5.